Wat we nu gaan doen, dames en heren, is nog nooit eerder vertoond met een pappenpout. We gaan het radicaal gaan wat anders doen. Wat is dit? Dit wordt een achtbaan. Ai. Die lijn komt zich. Gagen, wie de wagen. Deelnemer, klaar? Hey, hallo allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video hier op Koet Live. Het is vandaag gewoon weer tijd voor een pappenbout. Al moeten we dat natuurlijk wel anders doen dan normaal, want we moeten 1,5 meter van elkaar afstand bewaren. Nou, Peter zie je in de verte staan. En dat is precies 1, 2, 3 tegels. Juist. Weet je waarom een Indiaan altijd zo kijkt? Als hij zo kijkt, dan ziet hij niks. Maar we gaan beginnen. We gaan vandaag geen attractie bouwen. Dus we horen geen dingen over de kop of bungeeapparaten of glijbaan of wat. En ook het wordt weer eens een keer iets heel anders. Wat gaan we vandaag maken, Peter? Nou, aangezien corona gebeuren, cafés dicht, alles hartstikke dicht. Hadden we het leuke idee om gewoon hier een biljart, snoeker, pool, biljart, teentafel te gaan bouwen. Ja, want die kunnen we natuurlijk niet meer doen in de kroeg. Dus dat moeten we maar naar huis halen. Dus we gaan een pooltafel, biljart, snoekertafel bouwen. En wat hebben we daarvoor nodig? Wat planken, wat balkjes en natuurlijk starenpapen. Want dat is het vaste onderdeel van Papa Bout, de starenpapen. Want dat zit er eigenlijk altijd in. Nou, we gaan starten. En wie is er thuis gekomen? Ik, hè? En wie is ik? Jaden. Ik ben terug van te winkelen. Zat jullie ook aan de kleren? Hoezo? Heb jij nieuwe kleding gekocht dan? Nee. Wat dan? Ik heb die kleding aangedaan om mee te winkelen. Oh. Ik had handschoenen aan, mondkapje op. Oh ja, helemaal veilig gewinkeld? Ja. Hey, Petertje is hier. Weet je wat dat betekent? Ja. Wat dan? Bouwen. Bouwen? We gaan vandaag weer wat in elkaar knutselen. Mag ik helpen? Jij mag helpen. Ja? Okay. Kijk eens hier wat er gebeurd is, papa. Kijk, schat, lieve vrouw, volop tegen mijn enkel op. Waar? Oh, daar. En wat zeggen wij dan altijd? Ja, lekker hoor. Pas op jij. Vrouw achter het stuur. Bloed aan de meer. Dat bedoel ik. Nee, bedoel. Vrouw achter een kar. Bloed aan de muur. Hij bent wel ver weg, hè? Ik zal hem even inzoomen. Oh, die neus wordt alsmaar groter. Even een stukje uitzoomen. Zo, ja, zo ben je in beeld. Ja, wat wil die doen, joh? Nou, ik had dus het idee om dat ding ongeveer 2x2 te gaan maken. Ja. En hem dan een meter hoog en dan met die balken zo erop en dan groen en dan kunnen ze erop spelen. Ja. Kijk die neus dan. Kijk die neus. Nou, ben jij gespeeld met die camera dan? Windverbandje ertussen gezet. Hoe stevig is die? Wat denk je? Misschien zo'n eentje als je dat kan. Ja, kunnen wel. Doen we dat. Oké. Okay. Ik zeg fantastisch plaatwerk erop. En dan hebben we een biljarttafel. Jaden. Ja? Peter heeft een trucje, moet je eens opletten. Goed, let op. Hè. Pak je je shirt, haal je hem er langs. Wordt die statisch. Kan jij dat ook, denk je? Ja. Dan moet je hem wrijven langs je t-shirt en dan moet je hem bij je broekzak houden. Okay. Dan blijft je plakken, ja? Hey! Nog een keertje. Misschien langer wrijven. Hey! Wrijf je wel goed? Wrijf je wel goed stevig? Nee. Goed stevig wrijven moet je. Zo is het goed stevig. Moet statisch worden. En op je broekzak, hè? Daar, ja. Hè? Hoe kan dat dan? Hoe kan Peter dat dan wel? Hier, Peter, doe nog een keertje voor. 1, 2, 3. Hop. Ja, hop. Moet hem wel vangen. 1, 2, 3. Hey! Moet ik het nog eens voordoen? Nee. 1, 2, 3. Moet ik het nog eens voordoen? Nou, gooi hem eens naar mij. Oké. Vangen! Hahaha.
Pak hem vast. Ja. Met twee vingers. 1, 2, 3. Oh! Kijk. Ja, en dan hangt hij. Hij hangt echt. Gooi hem! Zonder ergens aan. Hij hangt echt, zie je? Ja. Je kan ook gewoon bewegen. Hij hangt geen draadjes, geen touwtjes. Twee vingers zo houden, dan ja. Wordt hij magnetisch. Ja. Geef zelf het antwoord, hè. Hey Jaden, je geeft zelf het antwoord. Wat wordt hij dan? Niet magnetisch. Dan wordt hij magnetisch. Hoe zou deze truc werken, denk je? Ja, dat dus. Ah, stom hoor. Ja. Ik heb een magneetje hier zitten. Juist. Juist, zo werkt dat. Hier zit een magneetje op om dicht te maken. En dan ben je dan mooi ingetrapt, hè. Hé, hey, maar wel slim voor jou. Je gaf zelf het antwoord van ja, hij wordt magnetisch. Wat is dit? Dit wordt een achtbaan. Een achtbaan? Ja, dat is een stationsgebouwtje. We gaan zo meteen gaan we de looping bouwen. En dan gaan we de lifthill bouwen. En dan komt er één looping in. Met één lifthill. Dan ga je naar boven, dan ratel je zo naar beneden. Dan de looping door. En dan krijg je een bocht en dan kom je in het stationsgebouw. Yay! Nee. Of jullie maken maar een grapje. Ja, dat kan ook. We hebben een klein probleemtje. Jij zei dat die plank 2,30 was. Nee, 1,80 meter. Maar ik had verwacht dat hij een beetje op die zijkanten zou leunen. Maar dat gebeurt dus niet. Dus gaan we weer even in beraad. Nou, we zijn eruit, dames en heren. We gaan hem weer afbreken. Wat we nu gaan doen, dames en heren, is nog nooit eerder vertoond met een pappenbout. We gaan het radicaal gaan wat anders doen. We gaan de stijgerpijpen niet meer gebruiken. We gaan het hout in elkaar schroeven en dan gaan we deze tafel gebruiken. En dan voor deze pappenbout geen enkele stijgerpijp. Historisch moment, dames en heren. Echt een historisch moment. Onze Peter is bezig met de gaten. Dan gaat hij met een asbak doen. Ik heb geen idee. We zien zo meteen het resultaat wel. Zullen meneer Einstein niet te veel storen hiermee? Ik heb het kapsel wel mee. Ja, ik wou zeggen, je hebt er wel van weg. Einstein was alleen iets grijzer, maar dat komt bij jou nog wel. Ben je aan het doen, jong? Ben je Donatello van de Turtles of niet? Wat dan? Ben je Donatello van de Turtles? Donatello had toch dat ding bij zich? Raphael had die messen, zeg maar. Donatello had volgens mij dat stokje bij zich. Ninja Turtles, ken je niet? Wat een gemis van je leven, schat. Leer ik je nog wel een keer, de Ninja Turtles. Ja. Netjes, hoor. Ja. En nou aan elkaar vastmaken, die balkjes eraan. Neem even een stuk hout op, Jaden. Goed zo. Ben doen. Zagen wie de vrienden waren. Jan kwam thuis om een boterham te vragen. Zijn moeder was die thuis en zijn vader was die thuis. En Piep zet het muisje in het voorhuis. Hé, hey, als de YouTube eens een keer eindigt, dan kan ik altijd nog zanger worden. Hij zit aan te kijken. Dan is het tijd om te gaan draaien. Oh, wat een tafel. Maar daar is het dus de verkeerde kleur. Want een kleedje van een pompenjart is natuurlijk groen. Dus pak even een potje groen naar werk. Oh. Ik wil meeverven. Nee. Laat het helemaal niet doen. Zo, meegeverfd. Oké. Okay. Hé, hey, dit was een slang. Ja, je hebt meegeverfd. Yes, ik wil meeverfd. Nee. Ja, je hebt meegeverfd. Hey, kun je een beetje uitkijken met dat pistooltje? Ga ik niet. Hallo. Dat is een kogeltje groen. Wil je echt weten wat die wordt, Jelicia? Ja. Voor mama kan ze in de wei staan. Nee, mag ik mee vragen? Maar goed, dan ben je niet blij, zoals ik wil je klap van Marsen, schat. Waarom helpt Peter jou niet? Ja, vragen ze Peter, waarom help je me niet? Luimers. Moet afstand houden. Luimammers is het. Moet afstand houden. Jij komt deze kant op, dan papa deze kant. Dat is waar. Ja, zie je? Zit 1,5 meter tot 2 meter tussen. Nee, wat je aan de andere kant gedaan had, had het wel gekund. Je hebt maar één rollen. Hé, hey, jakkes. Zit op mijn handen. Dan duurt het niet te lang, toch? Mag ik dan nog een stukje? Nee. De tafel is droog en nu heb je natuurlijk keuken nodig. Maar daar heb ik wat op bedacht.
Dames en heren, de keuken. Gewoon twee bezemstelen. En dan hebben we natuurlijk ook balletjes nodig. Die gaan we nu even pakken. En natuurlijk de ballen. Zo, nou, ben je klaar voor het eerste partijtje? Jason, jij mag beginnen. De eerste afstoot. Dat is jammer. Oh, jammer. Ja, jij mag twee keer. Ik heb één balletje eruit. En mag je nog een keer? Pas op voor het laken, hè? Dan ga je door het laken heen. Ja, nou, papa, twee keer. Let je op, Jason. Ja. Twee. Oh nee, eentje. Kijk eens. Let op. Ja. Nee, het komen nog weer, Ja, ja, kijk, Jason. Ja, kijk, Jason. En de laatste, Jason, let op. Ja, ja, ja. Jij echt daar vliegend dat vogeltje. Ja. Ja, gewonnen. Nee. Gewonnen. Nee, het laatste. Goed zo. Poeltafels. Dat is één keer. Go, Jason. Go, Jason. Go Jason! Zal ik weer een vlaagje, zijn al die ballen weer weg. Oh! Jelis, Jason! Jason, wat een slag, Jason! Je hebt bijna allemaal raakt, Jason! Ik heb gewonnen! Ik daag je uit, maar wel eerlijk spelen. Oké! Durf je het aan? Ja! Ik ga de bal spelen en dat gaat. Links hier, oké, ja. Ja! Wacht tot hij stil ligt. Oké, dan moet Peter even aan de kant. We moeten 1,5 meter van elkaar afstand bewaren. Dus dan moet je even aan de andere kant van de tafel omlopen. Ik ga hier staan. Dat is ook goed. Dat is ook ver zat. Ja. Waar ga je spelen? Welk gat? Die gat. Dit gat. Oké, nou dan moet je hier achter gaan staan. Moet je spelen. 1 keer stoten. Ah, wacht. Die mag overnieuw. Je moet je hand moet je hieronder leggen. Zo. Ja. Stoot hem maar. Goed zo. Ja, ja, ja. Nee! Oh, bijna! U bent weer aan de beurt, Peter. Even kijken. Mooi. Ja, iedereen is 1,5 meter bij even naam. Nog steeds niet. Weer datzelfde gat? Oh, heb jij toch geluk? Heb je weer een kans? Wacht. Dat sowieso dat het stil ligt. Ja, nu kan je lopen. Welk gat? Datzelfde gat weer? Ja. Ja. Oh, die telt even niet. Waarom telt hij niet? Versnipt. Ja, en? Je hebt me toch aangeraakt? Ja. Maar? Die nog hier. Je speelt vals. Ik zei een eerlijk spel. Dit is vals spelen. Nee. Dit is Jaden de voeten uit. Alles wat niet lukt, is even overnieuw. Oké, Peter is weer aan de beurt. Je hebt het 2 keer geprobeerd. Aan de kant. Ah, yeah. Was dit nou een serieuze poging eigenlijk? Ja. Ja? Oh. Was hij serieus mislukt? Ja. Ja. Peter gaat het toch niet raken. Wat zei je? Ik zei, Peter gaat het toch niet raken, die raakt het gewoon. Heb je verloren, jong? Peter, ik wil een revanche. Jij wil een revanche? Ja. Dan gaan wij dat doen. Stok erop. Ja! Net als een voetbalshirtje uit. Goed zo, joh. Johnny Dup, 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 Johnny Dup, Dup, Dup. Hé, wil jij, als je nou 1 keertje speelt en je wint, dan heb je gewonnen. Dan heb je 2 van 3. Wil je dat proberen? Ja. Ho, ho, ho. Ja! Johnny Dup, gewonnen! Ja, gewonnen! High five! Nou, dat is ook een mooie afsluiting. Een mooie afsluiting van de vlog. Dus vonden jullie dit een leuke video? Tuurlijk! Vergeet je mensen terug te krijgen. Op 3 zijn we aan. Doei! Ben je blij als ik gewonnen heb? We zijn hartstikke blij, maar nou mag je tegen mij. Lieve vrienden, bedankt voor het kijken van deze video. Als je nog niet geabonneerd bent, doe het even te snel. En vergeet natuurlijk heel even het belletje niet, hè. Tot de volgende keer.